In deze instructievideo gaan we kijken enerzijds hoe je de massa moet berekenen voor het maken van een oplossing en daarna gaan we uit deze oplossing verdunningen maken. We beginnen met deze opgave. Men vraagt ons een maatkolf te vullen, een maatkolf van 100 milliliter. En de bedoeling is dat in die maatkolf 0,1 mol per liter natriumchloride zal bevinden. Hoe doen we dat concreet? We gaan dus een bepaalde hoeveelheid natriumchloride moeten afwegen en de rest gaan we vullen met water. En na mengen horen we 0,1 mol per liter te krijgen. Wat moeten we weten? De molaire massa van natriumchloride is 58,5 gram per mol. Een aantal formules zullen ons helpen. Enerzijds deze, het aantal mol is de massa gedeeld door de molaire massa. En anderzijds deze formule, de concentratie is het aantal mol gedeeld door het volume. We gaan even kijken wat we allemaal al kennen. 0,1 mol per liter, dat is de concentratie, dus dit kennen we al. 100 milliliter, dat is het volume, dus dat kennen we ook al. Dus en we kennen ook de molaire massa. Twee onbekenden, hier kunnen we nog niet mee aan de slag, maar bij deze formule kennen we twee van de drie, dus kunnen we de derde berekenen. Dat gaan we even doen. Concentratie is aantal mol gedeeld door volume. Als en slechts als. Ik wil van dat volume vanaf. Aan de andere kant wordt dat maal. Dus het aantal mol is de concentratie maal het volume. Dat is hier 0,1 mol per liter. Maal, pas op, het volume is 100 milliliter, maar we spreken hier van mol per liter, dus we moeten dat omzetten naar liter. 0,1 mol per liter maal 0,1 liter. Dat levert ons 0,01 mol op, want je kan de 2 liters hier wegschrappen. Nu kennen we ook het aantal mol en kunnen we dus de massa gaan berekenen. En wel op deze manier. Aantal mol is massa gedeeld door molaire massa, als en slechts als. Ik wil hier van die molaire massa af. Aan de andere kant wordt dat maal. Dus de massa is het aantal mol, excuseer, het aantal mol maal de molaire massa. En als we dat gaan invullen, dan krijg je dit, 0,01 mol maal 58,5 gram per mol. Je kan hier 2 keer mol wegschrappen en we eindigen waarmee we verwachten met een aantal gram, 0,5850 gram. Waarom gebruik ik hier 4 cijfers na de komma? Niet met beduidende cijfers, maar we nemen hier 4 cijfers na de komma, omdat onze weegschaal afweegt tot 4 cijfers na de komma in gram. Nu, we gaan niet precies 0,5850 gram kunnen afwegen, daar zijn we te lang mee bezig. Dus gaan we deze regel hanteren. We gaan afwegen. Je kan 10% eronder of 10% erboven zitten van deze massa. Heel snel gerekend, 10% van 0,58 is 0,058 of 0,06. Dus als ik dat er aftrek, dan heb je ongeveer 0,52 gram. 0,06 hierbij tellen is ongeveer 0,64 gram. Dus ergens daartussen gaan we afwegen, maar we gaan wel wat we afgewogen hebben exact gaan bijhouden om dan te berekenen wat onze echte concentratie is. Ik neem even dit als voorbeeld. We hebben in de praktijk 0,61 gram afgewogen. Dan gaan we dat op de volgende manier herberekenen. Had ik 0,5850 gram afgewogen, dan had ik uiteindelijk een concentratie gehad van 0,1 mol per liter.
Maar ik heb nu 0,61 gram afgewogen. Dat mocht, hè, dat is plus 10%. Dus vraag ik mij af hoeveel mol per liter dat effectief zal zijn. Dat gaan we even moeten berekenen aan de hand van een regel van 3. Die 0,1 mol per liter gaan we dus delen door 0,5850 en gaan we daarna vermenigvuldigen met 0,6100. En als we dat gaan berekenen, dan ziet dat er zo uit. De nieuwe concentratie is dus die 0,1 mol per liter, gedeeld door de 0,5850 gram maal de 0,6100 gram. En als we dat gaan berekenen, dan levert dat hier 0,1043 mol per liter op. Dus we mochten een getal afwegen dat tussen de 0,52 en 0,64 zat, omwille van de plus of min 10% regel. We hebben dit afgewogen en na herberekenen blijkt dat we dus, aangezien we meer afgewogen hebben, niet een concentratie hebben van 0,1 mol per liter, maar 0,1043 mol per liter. We hebben nu onze concentratie. Ik ga even voor het gemak terug uit van een concentratie van 0,1 mol per liter. En men vraagt ons in een tweede opgave om nu een maatkolf van 50 milliliter te vullen met een concentratie van 0,02 mol per liter. Hoe gaan we dat concreet doen? We gaan dus uit onze vloeistof een bepaald volume halen. Dat overbrengen in onze maatkolf van 50 milliliter en dan terug aanvullen met water en mengen. We gaan dus verdunnen. Jullie hebben ongetwijfeld de verdunningsregel gezien. C1 maal V1 is C2 maal V2. Die kan je hier gerust toepassen. Je kan ook gewoon je gezond verstand gebruiken en dat levert zoiets op. We gaan van 0,1 mol per liter. Gaan we naar 0,02 mol per liter. Dat is een verdunning van 1 vijfde. Dit gedeeld door 5 is 0,02. Ja, en dan gaan we kijken wat onze eindmaatkolf is. Dat is er eentje van 50 milliliter. Ja, 1 vijfde van 50 milliliter, want het is een verdunning van 1 vijfde. Dat is 10 milliliter. Concreet ziet dat er dus zo uit. In onze maatkolf van 50 milliliter gaan we 10 milliliter van ons product doen, van de 0,1 mol per liter. En de rest tot aan het streepje gaan we aanvullen met water. En namengen levert ons dat dus een concentratie op van 0,02 mol per liter. Maar we zijn niet gestart met een 0,1 mol per liter oplossing, maar het was in het echt was het een 0,1043 mol per liter oplossing. Dus ook hier gaan we weer moeten herberekenen. Maar dat is zeer eenvoudig. Wel op deze manier, terug de regel van 3. Hadden we een concentratie als start gehad van 0,1 mol per liter, dan hadden we geëindigd met een concentratie van 0,02 mol per liter na verdunnen. Maar we hadden hier nu een concentratie van 0,1043 mol per liter. Dus we vragen ons af hoeveel mol per liter is dit hier? Nu, je kan hier terug die regel van 3 gaan toepassen, maar we weten eigenlijk al van hier naar daar is gedeeld door 5, dus ook van hier naar daar zal gedeeld door 5 zijn. Dus als we dat delen door 5, dan bekomen we een concentratie van 0,0209 mol per liter. Dus onthoud,
Bij het afwegen mag je plus of min 10% afwijken van wat we theoretisch berekend hebben, maar je moet dan wel herberekenen wat de nieuwe concentratie is. En ook bij het verdunnen gaan we eerst theoretisch uit van de echte concentratie die we bedoelden, maar we gaan moeten herberekenen naar de concentratie die we echt gemaakt hebben.